In deze video laat ik u zien hoe u de Jolt Instant Machines demonteert en schoonmaakt. Benodigdheden. Voor het schoonmaken van de Jolt Instant heeft u een lekbak nodig. Daarnaast heeft u de sleutel nodig om de Jolt machine open te kunnen maken. Maak de Jolt machine open om vervolgens in de service stand te komen. Spoeling. Begin met het zetten van een spoelbak onder de koffieuitloopjes. Druk vervolgens op het scherm op spoeling en druk op start. De machine begint nu met spoelen. Dit duurt ongeveer een minuut. Deze spoeling dient wekelijks uitgevoerd te worden. Wacht tot het scherm aangeeft dat de spoeling is uitgevoerd. Gooi vervolgens de spoeling in de spoelbak weg en maak deze droog. Demontage. Haal alle clipjes van de koffieuitloopjes af, zodat je deze los kan halen. Dit kan wat stroef gaan. Haal vervolgens de poederuitloopjes los door deze naar je toe te trekken en leg deze in de spoelbak. Haal vervolgens de linker mengkom los door de draaischijf tegen de klok in te draaien. Trek vervolgens de mengkom naar je toe. Demonteer de mengkom door de dop eraf te trekken. Leg deze ook in de spoelbak. Maak vervolgens de rechter mengkom ook los en leg deze ook in de spoelbak. Was alle onderdelen goed af of doe ze in de vaatwasmachine. Laat daarna goed drogen. Schoonmaak binnenkantmachine. Pak een droog doekje en maak de binnenkant van de machine schoon. Let op! Achter de draaischijf waar de mengkom normaal zit, kan veel residu opbouwen na lang gebruik. Zorg ervoor dat je dat randje goed schoonmaakt. Dit kan verstopping van de machine voorkomen. Doe dit ook voor de rechter mengkom. Droog in de tussentijd alle onderdelen goed af, vooral de poederuitloopjes. Montage. Begin met het terugzetten van de linker mengkom. Schud de mengkom iets zodat het vocht wat achtergebleven is loskomt. Zet vervolgens de deksel erop en zorg dat de twee uitloopjes dezelfde kant op wijzen. Het kleine uitloopje moet uiteindelijk weer in dit kleine gaatje terechtkomen. Dit kleine gaatje kun je bewegen, dus begin met het terugzetten van de mengkom in dit gaatje. Zet vervolgens de onderkant van de mengkom ook weer juist in de draaischijf. Dit kan maar op één manier terug. Zorg ervoor dat het bovenste uitloopje ook precies voor het gat zit. Draai vervolgens de draaischijf stevig aan en kijk of de mengkom goed vast zit. Doe hetzelfde voor de rechter mengkom. Plaats weer het kleine uitloopje precies in het gaatje. Zorg ervoor dat de onderkant van de mengkom precies in de draaischijf past. Draai vervolgens de draaischijf aan zodat de mengkom weer vast zit. Plaats vervolgens de koffieuitloopjes weer terug in het daarvoor bedoelde houdertje. Zorg ervoor dat alle buisjes met een vloeiende beweging naar beneden lopen en niet geblokkeerd zijn. Zet vervolgens de klemmetjes weer op de houder, zodat de koffieuitloopjes goed vastzitten. Uiteindelijk alle poederuitloopjes weer terug in de machine. Dit kan maar op één manier.
en kan wat moeite kosten. Zorg ervoor dat de poederuitloopjes niet te strak tegen de mengkom aanzitten. Zorg ervoor dat de poederuitloopjes iets erboven hangen, zodat de poeder met een boogje in de mengkom kan vallen. Haal vervolgens de spoelbak weg en doe de deur van de machine weer dicht. Uw machine is weer gereed voor gebruik. Heeft u nog vragen? Kijk dan op www.hendrikskoffie.nl.